guys, leuk jullie kijken weer een nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie weer een shoplog. I know, ik weet het, superveel, la la la. Ik kan er gewoon niet zoveel van doen, ik hou gewoon van winkelen. Ik doe het gewoon heel graag met vriendinnetjes. Als we iets gaan doen, gaan we winkelen. En ik koop altijd wat. Oké, en ik wil wat spulletjes uitzoeken bij Coming at Fashion. En er zit zelfs een hele leuke winactie aan verbonden. Dus toen dacht ik ga gewoon een leuke shoplog opnemen. Want ik weet dat gelukkig de meerderheid het wel leuk vindt. Ik heb echt veel, oftewel, dit is weer zo'n mega shoplog. Ik heb de spullen van Coming at Fashion, best wel een flink wat aantal. Ik heb wat van de Bershka gekocht, wat van de Zara, wat van Monki, superleuk bij de Monki. En iets van de Primark. Oh, een haar. En ik heb nieuwe schoenen. Die had ik eigenlijk al vorige week, maar ik had ze gewoon nog niet laten zien. En nu was ik spullen aan het verzamelen voor de shoplog. Toen dacht ik, nou, die heb ik nog niet gezien en die ook nog niet. Dus vandaar een mega shoplog. Pak er wat lekkers bij, doe wat je wil en nu gaan we beginnen. Ik ga beginnen bij Coming at Fashion. Er zitten een aantal dingen tussen die ik eigenlijk niet pas, dus die ik niet zo heel erg goed aan kan laten zien. Maar ik zal van alles wat ik laat zien proberen om aanshots te maken. Om te beginnen, deze heb ik gepast, dus hij zit nog zo. Om te beginnen heb ik deze trui. En misschien denk je wel, trui, het wordt toch vet lekker weer. I know, maar dit is een dunne trui. En dat is soms gewoon nog heel erg lekker, want sommige lentedagen zijn nog niet super warm. Maar het leuke aan deze trui is dat hij zo van die cut-out shoulders heeft. Super leuk. Het is best wel een zwarte, simpele trui. En hij is dus wat dunner, zoals ik al zei. Ik zal trouwens alle linkjes gewoon even in de beschrijving zetten, want ik weet de prijzen niet uit mijn hoofd. En die staan ook niet op de kaartjes die erbij zitten. Dit is echt een lekkere trui die je er gewoon bij wil hebben. Dus dat is deze. Dan heb ik iets leuks, of in ieder geval, ik vind het leuk. Coming at Fashion heeft ook een chill pak, dus een pakkie van Velvet. Zo leuk. Ik heb de zwarte gekozen, want de roze was niet meer in mijn maat. Maar anders had ik heel misschien wel zelfs de roze willen hebben, omdat ik die gewoon echt geweldig vind. Maar zwart is ook super vet natuurlijk. En nou, het is dus echt gewoon een jogger, zeg maar. Echt een joggingstofje. Of nee, niet stofje, want dat is Velvet, maar de fit, zeg maar. Het is echt een joggingspakkie. Super leuk. Het broekje is wat hoger trouwens, dus ik vind het echt heel erg lekker. Ik hou ervan om high-waist dingen aan te hebben en al helemaal thuis en joggingstof. En daarbij zit dus ook de top. Gewoon een trui. Super lekker. Hij is niet te dik, dus het is echt een perfect pak voor nu. Oké, dan heb ik een broek die ik echt super tof vind, maar hij zit mij gewoon net te strak. Weet je, hij zit net niet mooi. Hij snijdt net een beetje te veel in mijn love handle. Dus dat is gewoon niet zo mooi, vind ik. Verder is het een super mooie broek. Maar dit is maat 42 wel. En dat heb ik eigenlijk. Ik heb eigenlijk altijd wel 42. Maar deze broek zit gewoon ietsje strakker. Dus dat je het weet, mocht je hem zelf gaan bestellen. Het is een high-waist skinny jeans. Met cut-outs op de knieën. Gewoon wat subtieler. Ik hou er niet van als dit hele gedeelte open is. Volgens mij hebben ze ook wel zo'n broek, maar ik hou er niet van. Vandaar dat ik koos voor deze. Hij is super skinny, wel heel erg stretchy, dus het zit super lekker. Maar waar het bij mij dus niet zo lekker zit, is deze band, zeg maar. Die snijdt gewoon te veel. Dus super jammer. Maar deze ga ik dus terugsturen nog, maar ik denk ik wil hem gewoon even aan jullie laten zien. Dus dat is deze broek. En dan heb ik een rok die ik echt super tof vond. En deze was in de sale voor maar 10 euro. Dus toen dacht ik, ja, yes, deze bestel ik er gewoon bij. Ik hou er gewoon van als het een koopje is. Ik mocht dit inderdaad gewoon uitzoeken. Maar toch heb ik zo'n sale alarm in mijn kop zitten ofzo. Maar dat is deze rok. En hij lijkt misschien heel heftig. Maar dit vind ik dan gewoon super tof om te combineren met zwart. Dus dat je de rest van de outfit gewoon heel erg rustig houdt. En dat je zo'n bam rok hebt. Ik heb gewoon ook een panterbroek. Dus ja, dit is voor mij wat rustiger ofzo. Super leuk deze. Pas ik helaas niet. Het is een maat L. En ik dacht echt wel dat ik hem zou passen, maar hij past niet. Maar ik zal hem gewoon tot zover ik hem dicht krijg even aan jullie laten zien. Oké, ik pas hem blijkbaar wel. Ik had misschien de dag dat ik hem ging passen 4 pizza's gegeten ofzo, waardoor het niet ging. Maar hij gaat dicht. Super leuk. En ik wil hem dus een beetje zo rustig combineren met zwart. Ik ben echt heel erg blij dat hij past. Ik hoop dat hij er nog is voor de mensen die hem leuk vinden, want love it. En maar 10 euro. Ja, deze trui vind ik super leuk. Het is een simpele trui. Hij is ietsjes korter, maar helemaal niet gekropt of wat dan ook. Maar hij valt meer een beetje op je broekrand dan zeg maar, tenzij je super high waist hebt. Maar hij is dus iets korter dan echt een normale top. Maar wat deze zo leuk maakt, zijn de armpjes, daar zitten 3 lagen met ruffles aan. Super leuk. Hij is best wel een beetje extra, zeg maar. Dat is echt een woord dat ik de laatste tijd bizar vaak gebruik. Maar als ik iets met wat glitters vind of met een groter accent, dan noem ik het extra. Het is niet basic, maar extra.
zo stom. En ook deze zul je wat beter kunnen zien bij het aanbeeld. Is gewoon wat makkelijker te laten zien. Ik moet deze wel echt gaan combineren met een strakkere broek of iets straks in ieder geval. Omdat dit... Oh, hey, moet binnen maar niet. Omdat het best wel... Ja, het zit wat losser, zeg maar. En deze armpjes zijn dus zo extra. Dat had ik even afleren. Maar die zijn dus ook wat groter en wat breder, weet je wel. Dus ik vind het mooiste om deze dan te combineren met een strak iets. Dus dat is deze. Dan iets wat ik echt super mooi vind. Het is iets wat ik eigenlijk helemaal nooit zou kopen of zou aanschaffen of zou doen. Maar ik zag het en toen dacht ik, nee, dit vind ik zo vet leuk. Op de foto's van de website. En in het echt dacht ik, ja, het zou best wel wat leuk kunnen wezen. Oké, het is een blouseje en ik draag sowieso eigenlijk nooit blouses. Wil ik wel weer meer gaan doen, want ik heb er best wel een aantal. En eigenlijk staat het heel erg leuk, maar ik weet niet, soms draag ik gewoon iets niet zo vaak. Maar toen ik deze zag, dacht ik, oh, dit wil ik hebben. De basis van deze blouse is gewoon een simpele zwarte blouse. Maar dan komen er wat ruffles hier aan de voorkant. En het is een cut-out armpje. En die ruffles gaan helemaal door naar de zijkant. En deze zal ik waarschijnlijk combineren met een strakke broek. Lekker in mijn broek proppen. En ja, gewoon best wel simpel. Maar hij is wel heel erg leuk. Ja, ik hoop echt dat ik wel dat blouseje ga dragen. Omdat ik hem gewoon super leuk vind. Waarom zag je dat het vond? Dus dat moet ik gaan doen. Dan hebben we nog het laatste item en dat is roze. Hoe kan dat ook anders? Ik hou zoveel van deze keer roze. Dit is een oversized hoodie die echt super loose fit is. Wat hier erg leuk aan is, is de afwerking. Hij is zeg maar, het lijkt net alsof gewoon de stof gewoon is afgeknipt aan de onderkant en bij de armpjes. Oftewel, hij is niet netjes afgewerkt en afgestikt en zo. Maar dat maakt hem gewoon echt super leuk. Heel erg baggy. Loose en dan zo afgeknipt. Het is gewoon echt een heel erg stijltje. Super leuk. En deze zal ik persoonlijk wel wat meer binnen gaan dragen. Super leuk. Een beetje fancy hoodie voor binnen. Omdat ik hem gewoon niet zo heel erg mooi vind zitten voor naar buiten. Weet je, hij is echt super groot. Tenzij er super veel van houdt. Hè. Dat kan allemaal. Maar ik vind deze gewoon leuker om echt te combineren voor thuis. Nou, misschien trouwens als ik hem gewoon met een lekker strakke broek, sneakers. Ja, dat is misschien eigenlijk wel leuk, want ik heb hem gepast op mijn joggingsbroek. Dus toen dacht ik, oh chill. Trouwens, misschien toch wel met bijvoorbeeld een strakke broek en witte sneakers of zo. Kan allemaal. Volgens mij, ja, dat waren alle items van Comcat Fashion. Nu is het zo dat je na deze video naar mijn Instagram kan gaan voor de winactie. Doe het nog heel eventjes niet, want ik heb echt nog super leuke items. Kijk die eerst heel eventjes en ga dan naar mijn Instagram. Aan het einde van de video zal ik nog heel veel een beetje toelichting geven over de winactie. Dus laten we nu maar gewoon snel verder gaan met de rest. Ik ga gewoon eventjes verder met een paar losse items, want dan heb ik die gehad. Ik heb namelijk deze mom jeans gekocht op Mode Must-Haves. En op Mode Must-Haves koop ik eigenlijk bijna nooit wat. Ik was ergens naar op zoek, kwam op Mode Must-Haves en toen zag ik deze broek. Het is een mom jeans en ik heb de grootste maat besteld die ze hadden. Volgens mij was dat, ja, dat was een maat 42, oftewel maat L. Maar hij zit eigenlijk helemaal niet zoals ik zou willen. Ik ben veel te lang voor deze broek, maar ik kon hem niet terugsturen. Ik vond hem gewoon super leuk. Het is een echte jeans kleur, ook mom jeans. En hij was 30 euro. Als deze gewoon echt een stuk langer zou zijn geweest, echt met lengtemaat, dan had hij echt de perfecte mom jeans geweest voor mij. Nu durf ik hem nog niet zo heel erg te dragen. Ik heb hem één keer gedragen tot nu toe. En ik wil hem echt wat vaker dragen. Vandaar dat ik hem ook even hier liet zien. Het is gewoon echt een hele toffe mom jeans, maar gewoon een beetje short voor mij. Dus hoe ik dat een beetje heb opgelost, is andere schoenen kopen. En nee, die heb ik niet voor deze broek gekocht. Die wilde ik gewoon al. Ik maakte gewoon een geintje. Dat zijn deze All-Stars. Hoge All-Stars. Die had ik gewoon nog niet. Heb ik ook nog nooit gehad. In het zwart, alleen in het roze. Toen ik nog echt een... puber was met heel slechte smaak. Maar nu heb ik ze dus in het zwart gekocht. Ik heb ze al een paar keer gedragen, dus de neus is inmiddels al weer vies. Ja, deze vind ik heel erg leuk. En omdat dit dus wat hoger is, dan maak je je hoogwater weer een beetje goed. Heel klein beetje, maar niet heel erg. Maar dus, deze schoenen, super leuk. Maar oké, let's move on. Ik heb van de H&M 3 items, dus die ga ik nu eventjes behandelen. Oké, bij de H&M had ik 3 items gekocht. Eentje heeft mijn vriendin Julie gekocht in de winkel. En toen ze thuis kwam en ze paste hem, vond ze hem niet mooi staan. Dus heb ik hem gekregen van haar. Dit is een bomberjack. En het is echt een super mooie jack. En hij zit ook heel erg lekker. Maar heel de grap is, mocht je mijn vriendin Julie kennen van de vlogs. Die is een heel stuk kleiner en dunner dan wat ik ben. Dus dit is een maat XS. Maar kijk, hij zit vet goed.
Vandaar dat hij bij haar dus niet zo mooi stond. Ja, het zit bij mij gewoon echt perfect. Het is een hele lekkere bomber. Super lekker warm. De normale prijs was ook echt 60 euro. Nou, daar zou ik hem nooit voor gekocht hebben, omdat ik dat gewoon een beetje veel geld vind voor een H&M bomber die ik niet nodig heb. Maar hij was in de sale voor volgens mij 15 of 20 euro. En daar is hij dan weer helemaal perfect voor. Maar ik heb hem dus gekregen van haar, omdat ze hem niet mooi vond staan. Super blij mee. Jewel, thank you. Love you. En dan had ik nog een online bestelling gedaan in de sale. Er was namelijk super veel sale. En toen dacht ik, ja, hè, kan je niet achterblijven. Toen heb ik dit roze shirtje gekocht. En hij heeft een verticale streep over heel het shirt. Best wel een brede streep. En het leukste aan dit shirt vind ik dat de mouwtjes zo breed zijn. Super leuk. Ik vind hem ook super mooi staan. Hij sluit gewoon mooi aan, maar niet te overdreven strak of zo. Dat niet. Ik heb een maat M gekocht en hij was volgens mij in de sale iets van 5 euro. Ik hoop dat hij er nog is. Ik ben bang van niet. Maar super leuk. En hij heeft aan de zijkant een heel klein splitje. En als ik heel eerlijk ben, vind ik die juist een beetje irritant. Want dit vind ik een onnodige split, weet je wel. Het is een gewone lengte en het is dan zo'n klein splitje, waardoor ik net niet... Ja, vind ik een beetje onnodig. Maar verder super leuk shirt en ik pop hem het liefst altijd in een broek. En in de sale kocht ik nog een broek. En deze was nu nog maar iets van 20 euro of zo. Super, super leuk. Het is een pantalon. En mocht je mij al wat langer volgen, dan weet je dat ik dat... Ja, dat soort broeken zijn gewoon mijn favoriete broeken. Het is een zwarte pantalon. Valt eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Fijne stretchband aan de achterkant. Ja, ik denk dat je gewoon het beste even het aanbeeld kan kijken. En het is best wel een beetje een nette pantalon. En ik vind het super leuk om hier gewoon echt een top op te doen en sneakers eronder. Dat is gewoon echt mijn go-to outfit eigenlijk. Pantalon met sneakers en een topje. Dus heel erg blij met deze cheape broek. Want deze was volgens mij van origine ook iets van 50 euro. Dus heel erg blij mee. En de stof voelt heel erg goed. Dan bij de Primark heb ik ook maar één item gekocht. Namelijk deze broek. Dit is zo'n pleated culottebroek. En zo'n broek heb ik eigenlijk al in het zwart en in het roze. Maar dan van Urban Outfitters. Die heb ik gekocht voor 55 euro of zo. En deze was maar 16 euro. En bijna identiek. Niet helemaal, maar wel bijna. Je merkt wel gewoon dat deze gewoon iets goedkoper is natuurlijk. Maar ja, ik zag gewoon met de dacht, ja, deze kleur vind ik eigenlijk ook wel leuk om te kopen. Maar ik wilde het niet van Urban Outfitters weer voor 55 euro kopen. En toen dacht ik, nou, dan koop ik deze gewoon. Super, super leuk. I love it. Oké, dan de Monki. Ik heb namelijk nog Bershka en Zara. En bij Zara heb ik ook echt veel gekocht. Oh, oké, bij de Monki. Super leuk. Ik hou van de Monki. Monki is eigenlijk ook wel echt een van mijn favoriete winkels. En dit shirt kunnen jullie kennen, want alla en mee heb ik hem al in 3 andere kleuren. Dit is een crop topje van de Monki. Niet heel erg crop, maar gewoon een beetje wat korter. En deze heb ik gewoon dus in het roze, blauw en in het zwart. En nu dus in het grijs. Hij is 12 euro en deze vind ik echt perfect. En deze kleur had ik gewoon nog niet. En dit is gewoon zo'n chille kleur dat ik deze echt nog moest hebben. Dit is echt een van mijn favoriete kledingitems. Gewoon zo'n shirt van de Monki. En daarbij heb ik weer een culottebroek gekocht. Een roze, een beetje oud roze. En ik vind hem echt helemaal geweldig. Het is echt een heerlijke stof. Super zacht. Echt, toen ik hem zag had ik niet verwacht dat hij zo lekker zacht was. En hij heeft sokken aan de voorkant. En hij is dus een beetje wat langere culotte. Dus hij komt bijna tot mijn enkels. Maar niet helemaal natuurlijk, want ik ben 1,83 meter. Dus ja, dat is deze. Super chill. Je kan deze het beste eventjes zien op mijn aanbeeld. En dan zal ik eventjes dit shirt... Zo, kaartje in mijn oog. Zal ik dit shirt even bij aandoen. Oké, dat was het Monki. Dan hebben we nog één ding van de Bershka. In mijn vlog weekendje met familie. Daar zag je me superleuk zwemmen met mijn nichtjes en winkelen met een van mijn nichtjes. Toen heb ik een hele lelijke rode jurk gekocht. Die zie je ook in die vlog. Die moest ik even omruilen. En ik heb er iets voor teruggekocht. Maar ik twijfel of ik het moet houden. Het is namelijk een jumpsuit. En ja, ik heb al zoiets. Maar net niet zoiets, weet je wel. En hij was maar 18 euro. Dus toen dacht ik, ja, waarom niet. Het is een zwarte jumpsuit met streepjes. En een culotte broek. Ja. Met een ceintuur ondermiddel. Het is eigenlijk spaghetti straps. Die spaghetti straps, ik vind die trouwens best wel een beetje laag. Dus ik heb best wel wat inkijk. Dus deze wil ik eigenlijk het liefst nog wat, ja, of een knoopje erin doen of wat korter maken. Zodat het wat minder boep heeft. Want dat vind ik gewoon wat mooier.
Maar dat is dus deze. Die heb ik in maat L gekocht en hij is €17,99. En je zal wel een beetje op het aanbeeld zien hoe die valt. Ik vind hem super tof. Ook weer gewoon lekker wat stoer maken met sneakers. Het is gewoon mijn stijl. Ik begin denk ik gewoon echt een stijl te creëren. Want ik heb altijd gezegd dat ik geen bepaalde stijl heb. Maar volgens mij heb ik dat inmiddels wel. Dan heb ik echt een Zara-tas die uitpuilt met spullen. Het valt wel mee, maar er zit gewoon veel in. Ik heb hele leuke items gekocht. Die ga ik even laten zien. First of all, een trui die ik eigenlijk al in het grijs heb, maar in het zwart ook wilde kopen. Want hij was nu nog maar €10 in plaats van €18 volgens mij. Was dat de originele prijs. Maar het is een zwarte trui met een hele lekkere brede arm. Super lekker. Gewoon echt een super mooi shirt slash trui. Super leuk. Wel een beetje warm. Dus naarmate het lekkerder weer wordt, zal deze wel een beetje verdwijnen in de kast. Tot het weer wat herfst wordt bijvoorbeeld. Ik vind de armen echt super mooi. Ja, deze vind ik echt super leuk. Dan heb ik een basisshirtje gekocht en die heb ik eigenlijk al gedragen, maar ik denk ik laat hem gewoon zien. Het is gewoon een simpel zwarte V-hals basisshirt en deze was maar €5,95. En ik ben gewoon heel erg fan van deze. Ik heb deze ook al een paar keer in het wit en nu in het zwart. Ideaal. Zara Basics zijn heel erg betaalbaar en super lekker en goed. Ja, dan heb ik nog een item wat je in de vlog wel hebt kunnen zien al. Die had ik een beetje in een te kleine maat of ik had hem in een maat M en ik vond hem net een beetje te strak en te accentueren. Dus heb ik hem in een maat L gekocht. Het is deze crop top met een beetje een soort van aansnoering, hoe heet dat ook alweer, een corset look hier. Dat is iets wat nu helemaal hot and happening is. En ik vind het bij sommige items wel leuk. Maar bij sommige ook weer helemaal niet. Maar als je dit gewoon combineert met een zwarte skinny en zwarte sneakers. Dan is het gewoon een beetje een saaie outfit wat opleuken. En ja, je zult het wel zien bij het aanbeeld. Ik denk dat de meningen heel erg verdeeld over dit shirt zullen zijn. Maar ik vind hem heel erg leuk. En hij was €15,95. En het stofje is ook weer heel erg lekker. Gewoon echt zo'n heerlijke basic stof. Maar hij is wel ietsjes betere kwaliteit dan echt de basics. Want hij is toch €16. Oh ja, superleuk. Dit is een jurk die binnenstebuiten zit. Dit is een soort van basic t-shirt dress. Super lang. Ik vind hem superleuk. Deze heb ik gekocht in maat M. Is €12,95. Deze kan je het beste nu eventjes bekijken op het aanbeeld. Vind ik gewoon heel erg leuk om of te combineren met een laarsje of met een sneaker weer. Maar misschien eerder met een laarsje. Omdat je dan wat minder lossig, slonzig gemaakt, maar gewoon wat beter aankleed. En hij heeft trouwens een hele grote zak op de borst. Super vet groot. Echt heel erg leuk. Ik vind het een heel leuk detail. Dus dit is gewoon een heel erg lekker, simpele outfit. Gewoon zo'n go-to outfit als je niet weet wat je aan moet doen. En je hebt zin in een jurkje, maar niet zin in een strak en niet zin in dit jurkje. Dan deze broek, die heb ik al laten zien in de vlog van afgelopen week. Afgelopen woensdag is die online gekomen. En ik heb besloten om hem te houden. Ik kreeg er 0 comments over wat jullie ervan vonden. Dus thanks. Maar ik heb hem toch gehouden. Dat was gewoon een grapje hoor. Ik bedoel, ik heb inderdaad geen comments over gekregen. Maar het maakt niet uit. Slecht grapje misschien. Ik heb zulke slechte humor, jongens. Maar ja, deze broek, het is een navy kleurtje met allemaal witte stippen. En ik vind hem super leuk. Deze was ook maar €20, dus ja, echt ideale broek voor erbij. Ik hou heel erg veel van dit soort losse broeken. Beetje pantalon look, maar het is niet echt een pantalon. Super leuk. Ik vind donkerblauw best wel een beetje moeilijk eigenlijk, want ik draag meer zwart. Maar dit is wel heel erg leuk, gewoon met een witte top en witte sneakers. Dus deze vind ik heel erg leuk. Het laatste item is echt mijn favoriete item. Save the best for last. Het is een rokje. Deze. En het rokje is een A-line skirt. En hij lijkt op een leer rokje, maar het is niet echt leer. Super leuk deze kleur. Echt, I love it. Echt super mooi. Aan de achterkant heeft hij een zilveren rits. En deze is €19,95. Ook super cheap. Ik weet niet zo goed wat ik hierover zeg, want ik vind hem in ieder geval super tof. Deze zou ik willen combineren met een zwarte panty, een zwart shirt. Misschien dat zwarte basic shirt met V-hals van Zara. Misschien ga ik dat vandaag aandoen. Ik denk dat ik dit vandaag aan ga doen. Dus dan kun je het in de vlog zien van aankomende woensdag. Hoe ik hem helemaal combineer. Dan ga ik hem nu gewoon een beetje basic laten zien hier. En dan aangekleed in de vlog. Ja, super leuk. Ik heb deze in de maat L gekocht. Hij zit wel een beetje los, maar ik denk niet dat ik een M had gepast. Ja, super leuk. Echt heel erg blij mee. En dat was dan ook weer meteen heel de shopblog. Super veel. Als je het helemaal tot hier hebt uitgehouden, thanks. Dat waardeer ik heel erg dat je heel de video kijkt. Super leuk.
Ja, over de winactie van Comcat Fashion nog eventjes. Je kan 100 euro shoptegoed winnen en de winactie vindt plaats op Instagram. Wat je dan even moet doen is Comcat Fashion volgen op Instagram, mij volgen op Instagram en mij volgen op YouTube. En dan kan je kans maken op 100 euro shoptegoed. En die winactie zal iets van 2 weekjes lopen. Dus super leuk. Alles vindt plaats op Instagram, dus volg me daar zeker. Je vindt alle linkjes even in de beschrijving. En ik ben trouwens vandaag aan het vloggen en ik geef in de vlog ook wat weg. Dus aankomende woensdag moet je zeker weten even terugkomen op mijn kanaal voor nog een andere winactie. Super grappig dat het allemaal zo achter elkaar loopt. Niet echt gepland, een beetje spontaan die winactie in de vlog dan. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet in de comments even achter te laten dat je dus meedoet voor Comcat Fashion of wat je favoriete item is. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie woensdag weer zien met een nieuwe vlog. En ik heb trouwens hier nog wat producten liggen. Die ga ik binnenkort en dus aankomende zondag in een video ook unboxen en reviewen. Het zijn namelijk allemaal items van United Wardrobe. Dus als je benieuwd bent, vergeet zeker niet te abonneren. Dan zie ik je heel graag heel snel weer. En bedankt. Doei doei!